Om de toegevoegde waarde van de private sector aan de economie van Suriname te vergroten, voert het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme het Business Climate and Innovation Program uit. Binnen dit programma wordt een industriebeleid geformuleerd en geïmplementeerd om de capaciteit van de Surinaamse instellingen op het gebied van intellectuele eigendommen te versterken. Europolis is een buitenlands bedrijf, een consultantbedrijf, die gespecialiseerd is in intellectuele eigendomsrechten. En wat ze doen, is dat ze ook deskundigen van andere universiteiten naar binnen brengen om ons te trainen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Melk Centraal heeft geparticipeerd, Odaniewa. Daarnaast banken. Waarom de banken? Omdat in het buitenland wordt intellectuele eigendomsrechten ook gebruikt als onderpand voor het verkrijgen van financiën voor het ontwikkelen en het produceren van hun producten waarop ze intellectuele eigendomsrechten hebben. En door de banken hierbij te betrekken, willen ze eigenlijk hun ook bewust maken van de commercialisatie aspect ervan. Het gaat om commercialisatie van IP. En de banken spelen daarbij een belangrijke rol. Enkele participanten gaven hun mening over deze workshop en wat eventueel nog gedaan moet worden door de overheid. Slimgas NV, we zijn bezig met het opwekken van biogas uit keukenafval en uit, om het zo plat te noemen, poep. Dus septic tankafval. IP is zo belangrijk voor ons, omdat wij innovatief bezig zijn. En IP geeft de gelegenheid dat wanneer je innovatief bezig bent, je die volledige bescherming kan hebben. Bij Odaniewa houden we ons bezig met het maken van gezondheidsproducten. Met onze, de kruiden die wij hebben in Suriname, dus onze geneeskrachtige kruiden. Sommige mensen sterven met hun kennis. Maar als er bepaalde regelgevingen zijn, bepaalde wetten zijn, dat we onze kennis kunnen behouden, het kunnen commercialiseren, dan vind ik het heel goed dat de staat wetten gaat maken. Want ik denk dat ze hieruit wetten gaan proberen te maken om onze kennis te beschermen. Nou, ik heb hier de boeskond december, samen met Juganenge toe, hoe de voorhaiko makan die voor Luku. Fa usa chubi de koni di de ganse mefu di sadaw abaka biga uta lasi gan yaude ma e u haiko anwa haiko zunta fu luku fa usa chubi de koni fu biga ku de koni di de ganse mefu di sadaw abaka usa hopo bedrijf da de piki wan de abaka tako dus e wanwa ide fa usa chubi de koni fu no abeobunu fu contact hai. Nou, we lukken voor ons dat die kennis voor koa ontwikkeling. De workshop van de afgelopen dagen gaat over het patentrecht. En patentrecht hebben we dus nog niet in Suriname. Althans, een verouderde wetgeving. Houdt u me dat ten goede hoor. En patenten die hebben echt te maken met echt fysieke creaties. Om een concreet voorbeeld te noemen. Wij gebruiken vaak het voorbeeld van de Coca-Cola fles. Het heeft een bepaalde vorm, het is op een bepaalde manier gemaakt. En dat noemen we dus een patent. En die wetgeving heeft Suriname nog niet. Dus als iemand zou komen met een creatie, zou dat nog niet beschermd kunnen worden. Er moet gekeken worden naar de wetten, zodat alle voorwaarden erin kunnen worden opgenomen. Wat kan wel en wat kan niet. En welke partijen zijn daarbij beschermd. En wat zijn de vervolgmaatregelen die getroffen moeten worden. Ik denk dat het eerste is dat moet gebeuren. En daarna kan de overheid kijken naar alle andere zaken die daarna volgen. Het korps van deurwaarders in Suriname is aangesterkt met de nieuwe aanwinst. Deurwaarder Belinda Sontono heeft deze week haar beloftes afgelegd bij de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Putridevi Amatsumarto.
coördinator van de afdeling uitgeverij van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Eugène Heijns, deed de belofteaflegging van Sontono. Ik beloof dat ik op iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te laten van niemand hoegenaamd, middelijk nog onmiddellijk, enige beloften of schenken aannemen zal en dat ik mij als een nauwgezet en ijverig ambtenaar zal gedragen, de mij verstrekte opdrachten zal volbrengen en de zaken waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen aan wie ik volgens de wet of ambtshouder tot mededeling verplicht ben. Als getuige is opgetreden de adviseur in algemene dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Sharon Boldewijn. Na de beloftes mocht de deurwaarder haar certificaat en felicitaties in ontvangst nemen. De eed- en belofteaflegging is in handen van de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, daartoe aangewezen bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken, datum 2003. Ik wil u vragen, dit is een grote mijlpaal voor u, ik wil u vragen om het werk dat u hebt gekozen naar de leraarvereniging te doen en ik wens u verder succes. Dank u wel, dat zal ik doen. In het belastingjaar 2019 krijgt de transformatie van de Belastingdienst vaste vorm en worden belastingplichtigen direct betrokken bij het proces. De transformatie van de Belastingdienst en de verbetering van de automatiseringsinfrastructuur stelt de dienst in staat de administratie efficiënter, effectiever en sneller uit te voeren. We willen samen de belastingorganisatie moderniseren tot een flexibele onderneming, organisatie, sorry. En door meer educatie van het publiek en communicatie te treden tussen personeel van de Belastingdienst en het publiek willen we komen tot een efficiëntie en effectiviteit in het belastinggebeuren, waardoor belasting als hefboom voor de economische ontwikkeling gebruikt kan worden, wat alleen ten goede komt van ons land. De transformatie van de Belastingdienst is op dit moment voornamelijk gericht op de verbetering van de dienstverlening en de verwerking van de loon- en omzetbelasting. In dat kader zijn nieuwe aangifteformulieren voor loon- en omzetbelasting ontwikkeld, welke met ingang van het belastingjaar 2019 in het nieuwe ICT-systeem worden verwerkt. Verder hebben we een nieuw ICT-systeem geïntroduceerd dat ruimere mogelijkheden biedt en dat online aangifte en betalingen op korte termijn mogelijk maakt. Op korte termijn zal de transformatie merkbaar zijn aan de nieuwe biljetten die we hebben bedrukt. Apart van het feit dat de biljetten een mooie belastinggroene kleur hebben, is het biljet dan ingedeeld in twee delen. De bovenste deel is het aangiftebiljet zelf, dat ingevuld dient te worden en afgegeven bij de loketten van de ontvanger der directe belastingen aan de Sommersdijkstraat. Het onderste gedeelte is het betaalstrookje en daarmee kan de cliënt dan bij de SPSB filiaal aan de van Sommersdijkstraat de betaling verrichten of hij kan ermee naar zijn eigen bank. Het meest belangrijke wat veranderd is aan de biljetten, dan neem ik in dit geval een biljet omzetbelasting. Hetzelfde geldt ook voor de loonbelasting, dat het voorzien wordt van een label waarop staat dan een VIN-nummer, dat is nieuw, een fiscaal identificatienummer, dat ook gebruikt gaat worden voor de andere middelen in de toekomst, de inkomstenbelasting, die we later op een later termijn in het nieuw systeem gaan invoegen. Er staat ook een documentnummer erop en een betaalkenmerk, waardoor het betalen veel makkelijker wordt en dat die link gelijk kan worden. Waarvoor is betaald bij de belastingen?